Oké, okay, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Een kort overzichtje van de verschillende firmware updates die recent allemaal aangekondigd zijn door Fujifilm. Dus ik heb een tijdje terug heel enthousiast laten weten dat Fujifilm met de firmware versie 4.0 kwam. En eigenlijk het enige dat je daarvoor nodig hebt om die te installeren is een internetverbinding en een computer om het te downloaden. Op een SD-kaart te plaatsen, het SD-kaartje in je fototoestel en dan... Ik heb ook een video waarin ik het laat zien, kun je in uw fototoestel in de menu daarvan die update vanaf die SD-kaart gaan installeren. Nu, dus onlangs kwam er voor de X-T2 versie 4.0 uit. En dat was een versie, ik was daar heel enthousiast over, met heel veel nieuwe interessante features, zoals 120 frames per seconde, 4K intern iVlog en dergelijke meer. Allerlei heel toffe features die van de X-H1 camera kwamen. Eigenlijk een van de recentste bodies van Fujifilm. Maar wat bleek, zelf, ik heb die op mijn X-T2, dat is nu de X-T1, maar ben aan het filmen met de X-T2. Op de X-T2 heb ik die update direct zelf ook doorgevoerd. En ik had, persoonlijk had ik geen problemen, maar er waren op internet verschillende berichten van mensen die wel problemen hadden met camera's die vast kwamen te zitten en dergelijke meer. Dus vrij veel problemen met die firmware update. Dus wat heeft Fujifilm gedaan? Ze hebben eigenlijk versie 4.0.1 uitgebracht. Of 4.01 is het, denk ik, de correcte naamgeving. En ik zal daarvan gebruik maken om een klein beetje te spreken over versienummering. Dus eigenlijk, ja, wat heeft Fujifilm gedaan? Dus ze hadden die 4.0 uitgebracht. Ik zal hier even... Dus ze kwamen met firmware update, natuurlijk schrijft dat dan niet, 4.0 uit. Even een andere balpen nemen. En met allemaal nieuwe features, maar daar bleek dus een probleem in te zitten. En ik vermoed, 4.0 dus eerst. En ik vermoed dat hun hardware, dat hun systeem zo opgebouwd is, dat zal uiteraard checken of het bestand wat je wil installeren, wat dat wel van de correcte... softwareleveranciers op de juiste manier getekend en voor de juiste camera enzovoort. Dat zit vol met checks. Maar ik veronderstel dat een van de checks ook is dat je niet kunt van 4 naar bijvoorbeeld de vorige correct werkende versie 3. Zoveel gaan. Dus wat hebben ze gedaan om die problemen? Ze hebben eigenlijk al die problemen vrij snel opgelost. Door versie 4.01 was het, uit te brengen. En dat was eigenlijk gewoon de vorige versie, dus de 3. Ja, ik ken niet de juiste versienummering, maar 3.x laat het ons zo noemen. Die ze gewoon een hogere versie hebben gegeven, zodat die kon geïnstalleerd worden door uw camera. Maar die dus eigenlijk alle nieuwe features zou terugdraaien. En dan hebben ze heel recent, ik denk begin juni zal het geweest zijn, hebben ze dan uiteindelijk versie 4.10 uitgebracht. En 4.10 is eigenlijk de 4.0 versie, waarin dat de problemen opgelost zijn. En als ik ga kijken naar wat de mogelijkheden zijn die daarin vrijkomen, komt dat vrij goed overeen. Ik denk dat er één functie weggevallen was, namelijk het hernoemen van foldertjes. Of het zelf kiezen van de bestandsstructuur van uw foto- of videoopname. Dus ik ken er niet al details van, het was een feature die ik zelf niet gebruikte, maar ik vermoed dus dat er vooral in die feature een probleem zat. Nu, als we over versienummering en software, ik ben zelf ontwikkelaar, dus ik ken er wel een en ander van. Die 4 in dit geval noemen ze de major release. En die 10 noemen ze de minor release. En ze hebben dan ook nog, je kan eigenlijk ook perfect nog andere lagere versienummers hanteren. Ook als je wil, dat is dan 4.10.0 bijvoorbeeld. Maar dus vooral major... en minor, zo moet ik even negeren, zijn van belang. Major release, een verhoging van 3 naar 4, betekent dat er zodanig veel nieuwe features bijkomen, dat je eigenlijk kunt spreken van een bijna nieuw programma. Dus eigenlijk heel veel nieuwe features. Dus dat is ook gebeurd als we van 3 naar 4 gingen, kregen we plots een hele pak nieuwe features die nieuwe functionaliteit toevoegen aan de camera, nieuwe opnamemogelijkheden, nieuwe encoders en dergelijke meer. Allemaal nieuwe opties. Dus konden ze eigenlijk spreken van een major release, een grote update van de firmware. Nu, als ze daarentegen een kleinere update doen,
bijvoorbeeld voor een bugfix of iets in die zin, dan gaan ze die minor versie gaan verhogen. Dus dan zie je dat die 4 gelijk blijft, maar gaan ze 4.01. En vaak gaan ze spreken van 4.1 bijvoorbeeld, vernoemen ze die 0 zelf niet. En dat betekent dan ze een aantal bugfixes gedaan hebben. Nu hebben ze in dit geval, in dit specifieke geval, hebben ze natuurlijk wel die versienummering een klein beetje misbruikt om eigenlijk terug opnieuw de 3. Zoveel versie te gaan vrijgeven. Zodat je de 4.0 als tijdelijke fix, de 4.0, kon overschrijven. Maar in principe het verschil tussen de 4.0 en de 4.10, als we deze 4.01 even negeren, wat dat eigenlijk gewoon een tussentijdse fix was, een hele snelle oplossing voor de workaround eigenlijk noemen ze dat in de software, dus een heel snelle oplossing voor de issues door het terugdraaien van de problematische wijzigingen. Maar dan van 4 naar 4.10 was wel effectief een update, maar een update waarin dan niet zozeer nieuwe features vrijkwamen, maar wel een update waarin problemen werden opgelost. Dus dat was de 4.10. Dan hebben ze eigenlijk de minor versie aangepast. En als er nu bijvoorbeeld binnenkort nog een nieuwe release komt met opnieuw weer kleine aanpassingen, dan zouden ze spreken van de 4.2 waarschijnlijk, of 4.20, iets in die zin. Maar dat is eigenlijk het groot verschil tussen major en minor releases. Dus grote en kleine versienummers en aanpassingen. Nu, zelf persoonlijk mijn mening is dat ze het bij Fujifilm heel mooi opgelost hebben. Oké, ze hebben de 4.0 waarschijnlijk iets te snel willen buiten zetten. Ze hebben die iets te snel vrijgegeven. Er zaten nog een aantal problemen in die niet grondig getest waren en die dus hersteld moesten worden. Maar ze hebben dat op een mooie manier heel snel opgelost door die 4.01 uit te brengen. Dus door alles eigenlijk te gaan terugdraaien. En ze hebben dan eigenlijk ook vrij snel, ik denk op een goede maand tijd, hebben ze dan eigenlijk de problemen effectief opgelost. En dan moet je weten, dat kost Fujifilm heel veel geld om daar ontwikkelaars op te zetten, om ten eerste al die firmware versies te gaan ontwikkelen, om eigenlijk voor bestaande, al verkochte fototoestellen nieuwe features te unlocken en dergelijke meer. Maar dat kost dan ook veel geld om mensen op het oplossen van die bugs te zetten. Dat is een heel dure operatie voor Fujifilm, dus dat is een dure fout geweest waarschijnlijk voor Fujifilm. Maar ze hebben toch de moeite gedaan om, ondanks dat dat eigenlijk geen echte bron van inkomsten is, of toch geen rechtstreekse bron, want die mensen die op die firmware update wachten, hebben eigenlijk al een camera gekocht en hebben eigenlijk al een lens gekocht. En ze gaan ook helemaal niet betalen voor die firmware update. Maar goed, onrechtstreeks weten ze natuurlijk wel dat Fujifilm firmware updates geeft, dus het kan wel zijn dat dat voor hun een argument geweest is om voor Fujifilm te kiezen. Voor mij is het in elk geval iets dat meespeelt. Voor mij is het vooral het voornaamste argument om Fujifilm te kopen, is natuurlijk de beeldkwaliteit, voor mij. Maar de vele firmware updates spelen zeker mee. Dat wou ik even snel meedelen om een klein beetje te verduidelijken wat er allemaal gebeurd is. Het lijkt voor sommigen misschien dat er heel snel 3 updates geweest zijn, maar eigenlijk is het gewoon 1 grote update geweest, waar ze wat problemen mee gehad hebben. En dan hebben ze in 2 afzonderlijke updates dan allemaal rechtgezet. Dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.